was jij daar aan de andere kant van de speakers. Ja, wij hebben hier speakers en jij zit aan de andere kant van de speaker. Op woensdagavond 10 juli 2019. Het is nog 25 graden buiten, zag ik daarnet. Jongen, daar zag het vanmorgen niet naar uit. Vond maar een beetje frisjes vanmorgen. En we gaan het vanavond hebben over cultuur in de Parkstraatregio. De gasten zijn al gearriveerd en ze stonden te popelen om met mij de studio in te gaan. De studio in te duiken. En ze hebben ook nog een beetje feest dit jaar, maar daar hoor je zo meteen alles over. In het eerste uur gaan we het daar eens over hebben. In het tweede uur natuurlijk het gebruikelijke format zoals jij van mij gewend bent. Wat is er zoal te doen in de regio? De weersverwachting rond de klok van 9:30. En wat desal niet meer zei. Ik laat ze even aan het woord. Ik laat ze even kort voorstellen. Dan draaien we een plaatje. En daarna gaan we beginnen met het item. Van links naar rechts. Ja, ik ben Kevin Brouwers. We organiseren Palooza. Daarvoor zijn we hier. Dus, ja. En wat Palooza is, daar gaan we het dadelijk over hebben. Rechts naast jou, of voor mij links uit je zien. Goedenavond mensen, ik ben Tom Wijnholz. Hey mensen, ik ben Tom Wijnholz. Wie kent Tom Wijnholz niet? Ja, precies. En daarnaast een charmante jonge dame, zijnde... Nadine Wijnholz. Familie toevallig van Tom? Nee, de vrouw. Nee, geen familie, de vrouw. Ja, dat vind ik ook een goeie. Dat is een leuk begin van de avond. Ik ben geen familie van Tom, maar ik ben wel zijn vrouw. Goed, even naar de muziek en daarna ben ik bij jullie terug met Tom, Nadine en Kevin over Palooza. Dit is Parkstad. 89.2 FM. Bij ons in de studio, voor het geval dat jij net hebt ingeschakeld, een afvaardiging van Palooza. En we gaan eens even informeren bij het gezelschap. Wat is Palooza precies? Wat, wanneer, hoezo en waarom? Kevin? Jij bent volgens mij als oudste lidlid des Palooza's, oder? Zeg ik dat goed of zeg ik dat fout? Ja, ik samen met Tom. Wij zijn samen begonnen. En de rest is er later bijgekomen. Wanneer zijn jullie begonnen? 2015 hebben we de eerste editie gehouden. Dus er was veel werk om het op te zetten. Het wordt ieder jaar makkelijker. Oké, nou weten luisteraars dat er Palooza is, maar ze weten nog niet wat. Vertel even wat Palooza precies is. Ja, Palooza is eigenlijk gewoon een leuke dag voor vrienden, familie. Er komen bandjes optreden. Wat wij er eigenlijk van hebben gemaakt is dat het een all-in concept is. Dus je betaalt één vaste prijs. En je kan gewoon de hele dag eten, drinken wat je wil. Dus vooral gezelligheid. Moet leuk zijn. Ja, dat is Palooza. Gewoon een leuke dag voor iedereen. Hoe kwamen jullie op dat idee oorspronkelijk? Ik denk dat Tom dat het beste kan vertellen. Kijk, daar komt Tom. Nadine kunst u straks ook nog aan het woord. Oké, dan is het goed. We zijn eigenlijk eerst begonnen met een klein festivaletje in Vols. En het woord ook met het all-in concept. Mm-hmm. En uiteindelijk houden we het idee om dat deur te trekken nog een keer. En door weer te gaan met een andere organisatie en hetzelfde concept uit te houden. Ja, de allereerste keer meen ik me te kennen herinneren, waar aan de achterkant van de Noordkerk in de Heilus Obbingwee was. Dat klopt, ja. En toen wordt het bloedig heet. Ja. Dat is mij 35 graden. Ja, dat wordt de allereerste editie. Er zijn twee edities zijn toch geweest. En vervolgens is het uitgeweken naar een andere locatie. Er zal een rij voor geweest zijn. Ik ga hem van net vragen. Waarom zit er op de locatie waar er nu zit? En vertel even op welke locatie dat er zit. Ja, we zitten op dit moment op de Tunnelweg in Kerkhoor. En eerst wordt het midden in de woonwijk. En nu hebben we gewoon een afgelegen terrein met faciliteiten erbij. WC's binnen die gewoon geproefd kunnen worden. Dus dat wordt voor ons. Met dank natuurlijk aan de tennishal. Hè? Absoluut. Want dat is aan de achterkant, luisteraars, van de tennishal. De Tunnelweg. De bands die daar komen. Hoe stellen jullie dat samen om de diversiteit te garanderen? Nou, ik moet zeggen dat Jan Sojordeur gewoon nog bands loesteren en overal wat leuks huur. Ja. Nu overleg met Jeremia Martens van de Stichting Popmuziek Parkstad. Dorrit Jeremia, inderdaad. Jammer dat het net hij is, want hij had helemaal ludieke opmerkingen. Maar goed. Ja, en zo proberen we dan coverbands, bands met eigen muziek, alles bij je te zoeken en tot een leuk, gevarieerd programma te komen. Een mixprogramma, zeg maar, voor iedereen wat wils.
precies. Voor het geval jij nu hebt ingeschakeld, een afvaardiging van Palooza in de studio in de vorm van Nadine, Tom en Kevin. We hebben het al even gehad over de opzet, de oorsprong. Ja, ik ga eens even naar Nadine. Nadine, wat speel jij voor een rol bij Palooza? Ik ga voornamelijk over het eten. Oh, wacht even. Dan gaan we even het hele menu doornemen. Nou ja, goed. Ik ga eigenlijk het eten bestellen. We hebben altijd ieder jaar een barbecue erbij. Mm-hmm. En nog een overdag hapje. Dat doen we nou de laatste 2-3 jaar. Mm-hmm. En we merken dat toch wel heel goed aankomt. En we proberen daar een beetje variatie in te brengen. Dat je niet altijd hetzelfde hebt, ja, natuurlijk. Inderdaad. Ja. En ja, de barbecue, dat wordt gewoon bij Palooza. Dus die komt ieder jaar weer terug. Ja, en als het koud is, is dat lekker. En als het warm is, is het lekker warm, hè? Ja. Ja, want oorspronkelijk was dat natuurlijk niet het geval. Wie kwam op het idee om daar het eten bij te slepen? Jij? Ja, het is eigenlijk altijd wel erbij geweest. Mm-hmm. Vanaf het moment dat we Ashpop hadden georganiseerd. Mm-hmm. En bij ons werd altijd wel iets met eten gedaan. Dus we houden daar wel van. Dus daarom hebben we het er eigenlijk ook iedere keer weer bij betrokken. Neem aan dat jij ook adviezen van bovenaf krijgt van een gespecialiseerde kok of zo. Die zegt van met dat weer moet je dat maken en met dat weer moet je dat maken. Nee. Nee, dan vind ik het klasse. Je doet het allemaal zelf. Je doet het allemaal zelf. Je hebt geen adviezen nodig. Punt. Zo is dat. Bij Palooza doet iedereen wat hij moet doen. Iedereen krijgt zijn taak en die voert hij uit. Nadine, Tom en Kevin van Palooza. Dat overigens op 10 augustus gaat plaatsvinden. Dat hebben we nog niet gezegd, hè. Zaterdag 10 augustus achter de tennishal aan de Tunnelweg in Kerkrade West ter Winselen. Jongens, de bands die daar optreden, kunnen jullie er iets over vertellen? Ja, we hebben dit jaar 6 bands. Een mix van coverbands en bands met eigen muziek. Mm-hmm. Dat is New Exit, A Minor Problem, Held, Bale, Mickey McMitch en de Miners en Waste of Time. Ja, en als je nou naar de website zelf gaat, hè, dan zie je daar sowieso de omschrijving. En was daar niet ook nog een filmpje bij dat je kon zien wat dat ongeveer inhield? Ja, de band zou er filmpjes van hebben, die staan ook op de website. Dus, kijk, dat bedoel ik. Ik kan het toch zien langskomen. Dus voor het geval dat jij denkt van, ik wil eens even zien wat daar optreedt. Nou, er zit absoluut wat voor je bij. Dat kan niet anders, want het is een grote diversiteit aan bands. De bands aan zich, hè, die komen hoofdzakelijk ook om podium te hebben, hè? Ja, dat klopt. We hebben beginnende bands, zoals New Exit. Mm-hmm. We hebben bands die spelen wat langer mee natuurlijk. Mm-hmm. Held bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt de gelegenheidsband, mijn eigen band, die eigenlijk hoofdzakelijk op Palooza optreedt. Mm-hmm. Maar we hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een band uit Nijmegen, Beel. Die maken lekkere, stevige blues-rock muziek. Mm-hmm. Die hebben laatst in de Tin Star Saloon opgetreden en dat was zo'n succes dat we zoiets hadden van die moeten gewoon binnenhalen. Mm-hmm. En dat is ook gelukt. Wil hier nog iemand iets aan toevoegen? Want dan gaan we nog even een plaatje draaien. En daarna komen we terug over hoe de mensen, als er nog kaartjes zijn, hoe ze daar aan kunnen komen en hoe ze nog verdere info kunnen krijgen. Niks aan toe te voegen tot nu toe? Nee. Oké, nou dan hebben we alles gehad. Hè, zo simpel ligt dat. Black Sabbath hoorde jij met Paranoid. En ja, we gaan het zien. Als je wilt zien of dat daar gespeeld wordt op dat festival Palooza. Op 10 augustus achter de tennishal daar in Terwinselen bij de Tunnelweg. Dan ja, moet je gewoon komen. Jongens en meisje. Als er nou nog luisteraars zijn die zeggen van, nou, voor die all-in prijs wil ik wel naar Palooza toe. Wat moeten ze doen? Ze moeten best gewoon naar de internetsite gaan. De website is www.palooza-festival.nl. Oh, dan moet ik even, want er zit nou iemand mee te schrijven. www.palooza-festival.nl. Oké, okay, nou dat streepje is geen dwars, is geen onderscoortje, gewoon een dwarsliggersje. Palooza-festival.nl. En of via de Facebookpagina kan ook, dat je via de Facebook, via Messenger, weet ik wat. Ja. Dat kan ook. En makkelijk te betalen via iDeal. Dus snel geregeld. Binnen een paar seconden krijg je de tickets in de mail. Ja, iemand die niet weet wat iDeal is, die moet gewoon wachten op de post, zeg maar. Precies. Ja. Weersvooruitzichten is nog een beetje te ver weg om daar iets over te zeggen. We hopen natuurlijk dat het net als al die andere edities op die ene na, dat goed gaat. Noodscenario's hebben jullie niet, hè? Nee. Nooit gehad, hè? We gaan altijd natuurlijk uit van het beste, hè? Ja. Maar mocht er iets misgaan, dan zijn we er natuurlijk wel op voorbereid.
Ja, en jullie hebben een fantastische groep vrijwilligers achter jullie staan. Even voor de beeldvorming van de luisteraars. Hoeveel vrijwilligers werken mee aan Palooza? Ik denk in totaal, als we de muzikanten erbij tellen, zitten we toch denk ik op de 60, 70 man die daar de hele dag mee bezig zijn. Security, BHV, catering, noem het maar allemaal op. Ja. Hè? Ja, ja, je moet tegenwoordig, hè. Het kan niet anders. Ik heb het vorige week ook gezegd. Vanaf de brand in Volendam is het ooit begonnen. Hè, toen sloegen we allemaal door en dit moet en dat mag niet en dat mag wel. Ja goed, het is natuurlijk voor de veiligheid van de mensen zelf. En als ik dan zie gisteren dat Gerard Joling met zijn hoofd tegen een box aanloopt. En een behoorlijke plaatswond voor de Erpelhou. Nou ja, goed. Daar is dus niet goed opgelet. Rest mij jullie succes te wensen. En willen jullie nog een oproep doen aan de luisteraars die nog geen kaarsje voor Palooza hebben en toch willen komen? Ja, ik zou zeggen, ga naar onze website voor €35 bij erbij. Kan je de hele dag eten en drinken. Ik denk dat je niet snel op stap kan gaan voor dat bedrag. En vanaf live bent. En vanaf hoe laat trouwens begint het? Vanaf 3 uur. Vanaf 3 uur tot klok van 12 ergens, denk ik. 12 uur, inderdaad. Ja. Van 3 tot 12, 9 uur lang. Jongens. 6 bands, eten en drinken. En dat voor die prijs. Het is een stuk cultuur wat je gewoon een keer meegemaakt moet hebben. Rest mij jullie een goede reis terug te wensen. En nog een mooie voorbereiding. Jij met al je zwangerschap succes natuurlijk. Hoewel dat nog pas ergens in oktober gaat gebeuren. Ja, alle mensen die eraan meewerken en alle vrijwilligers een dikke vette pluim voor hetgeen wat ze nu al gedaan hebben. En wat ze natuurlijk nog op die dag gaan doen. Ja, we zijn het helemaal mee eens. Ja. Alles gezegd, alles geschreven. Zeker weten. Super, dankjewel. Dan zeg ik toi, Palooza, de 5e editie, Lustrum, bij de Tunnelweg achter de tennishal. 10 augustus, zaterdag 10 augustus aanstaande. Vol is vol. Hoeveel is vol? Ja, we zitten tegen de 300-400 man wat we aankunnen. Dat is max. Dat is Max. Oké. Okay, zou ik snel bestellen. Ja. En u hoorde net, het liep goed. Dus wacht niet te lang en ga er gewoon naartoe. En voor het geval dat je denkt van nou, het is niks voor mij, maar misschien wel voor die of die. Nog één keer de website hoe ze aan een kaartje kunnen komen. www.palooza-festival.nl. Ihsan, adieu en bedankt. Dankjewel. Goed, dat was dus de afvaardiging van Palooza in de vorm van Nadine, Kevin en Tom. Die zo meteen het pand weer gaan verlaten en zich natuurlijk gaan voorbereiden op Palooza. Hoewel één van de mensen die gaat eerst nog even lekker op vakantie. En als hij dan terugkomt, dan kan die meteen aan de bak. Dan mag die meteen volle gas aan de bak. En het is zo daar, hè. Ik bedoel, we hebben vandaag 10 juli. Dus 10 augustus... een maandje en voordat je het weet is Palooza. Goed, ik zeg tot het tweede uur zo meteen in de Parkstad Cultuuragenda met natuurlijk in de eerste plaat een stoffige plaat uit een oude doos. En laat jij verrassen welke plaat dat is. Tot zo!